Hij zit er echt precies voor. Maar de meerval zit er gewoon naar te kijken. We gaan vandaag iets heel speciaals doen. We gaan namelijk meerval vissen. Nou, we zien twee meervallen boven elkaar. Nee joh, zieke baas! Zieke baas! Oh, ik zat er gek uit. We zien nog op een grote vissen. Zo. Zo, schat. Zo, 2 meter. Goran, dit is jouw recordvis die nu onder de boot ligt. Zo, jongens. Ik heb zo'n grote vis nog niet gezien hier. Mooie aanbeving, man. Kijk dan. Yo roofmeisters, welkom bij weer een nieuwe video. We gaan vandaag iets heel speciaals doen, we gaan namelijk meerval vissen. En dat gaan we doen samen met Marnix van Westdijk, nu even achter de camera. En Goran van Nemo Baits. Goran is een absolute specialist op het meervalgebied, die weet er alles van. En die vangt ze met kunstaas, dus dat is sowieso super speciaal. We gaan proberen vandaag Marnix de eerste meerval te laten vangen. We gaan sowieso alles laten zien over hoe je dat doet. Dus we hebben geen tijd te verliezen, let's go! Marnix, heb je er zin in? Ja, ik heb er super veel zin in. Dat is natuurlijk wel het echte werk wat we vandaag gaan doen. Zeker. Ja, want jij zeurt al een tijdje aan onze kop dat jij graag een keer een meerval wil vangen. Jij wil een keer pelagisch vissen. Ja, en nu kunnen we het combineren. Jij vroeg of ik het een en ander voor je kan doen. En dan zeg ik, het kan wel, maar er staat wel wat tegenover. Ja. Hij heeft al voor mij regelen dat ik een meerval ga vangen. Nou, je hebt je wel aan je woord gehouden. Zeker, cool. Zeker. Nu nog kijken of het gaat lukken. Ja, Goran, we zijn op de eerste stack. Allereerst super tof dat we met je mee mogen. En wat gaan we vandaag doen? Nou jongens, ik zou zeggen welkom. We zijn inderdaad op de eerste stack aangekomen, de bekende stack van Rotterdam. We gaan vandaag proberen een mooie meerval te vangen. We gaan dat uiteraard met kunstaas doen. Mocht het niet lukken pelagisch, dan gaan we overstappen naar vissen met Nemo's. Ja, dus dit zijn rabelpluggen. Dit zijn pluggen die heel veel trillingen in het water veroorzaken. Want jij vangt hierop gewoon volop meervalwerpend. Wij vangen hierop volop meervalwerpend. Zo. Ja. Dat is gaaf. Werpend, verticaal en pelagic kan het ook als ze echt aanstaan. Maar voornamelijk zijn aasjes bedoeld om verticaal en werpend te vissen. En Marnix, jij bent natuurlijk het gezicht van Westdijk vandaag. Het gezicht van Westdijk. En die Nemo Baits zijn allemaal bij Westdijk te krijgen, geloof ik. Oh jazeker. Dat is ook wel cool. Zodra deze video online is, hebben we inderdaad als het goed is het hele assortiment bij ons in de winkel liggen. Hebben we een signaal in beeld, Marnix? Ja, moet je maar eens kijken. Kijk, hij gaat hem gelijk laten zakken. Ah ja. Ik vind het echt te ziek. En wat zie jij nu, Goran? Nou, we zien twee meervallen boven elkaar. Hier zie je ze op de PS30 en hier zie je die grote kaleidoscoop. Hoe groot is dit nou ongeveer, denk ik? Dit is een 40 tegen 2 meter. Dus als je nu kan je gewoon gelijk een meerval vangen? Ik zit nu precies voor zijn bek. Als je hem nou vangt, dan ga ik even wat doen. Hij wil niet. Kijk, hij draait om. Je bent helemaal hyped, hè, Marnix? Ja, weet je gast, serieus. Normaal smoebaars of 60 op de rivier. Ja, dat zie is je nou fucking zulke signalen zie je op dat ding staan. Ja, dat is toch wel heel leuk. Je weet wel dat ze er zwemmen, maar als je het dan zo echt letterlijk om ziet zwemmen, ja. Ja, ik snap het. Ja, echt gruwelijk. Oh ja. Dan is dat een stuk in. Alsof ze omhoog aan het kijken zijn. Is het ook een meerval hier? Ja, dat is ook een kantje. Maar dit, kijk, de kop staat naar beneden, zeg maar, een beetje. Dus hij is gewoon even aan het cruisen. Zelfs met zwemmende karpers, je ziet ze allemaal niet uit wat je van. Ja, we zijn nu op de eerste stack. Goran heeft al op een paar vissen gedropt. Hij stalkt ze ook echt met zowel de PS30 als de livescope. Kun je die vissen blijven volgen net zolang dat ze bijten. Is nog niet gebeurd, maar we hebben in ieder geval super mazzel met het weer. Het is echt super lekker weer. En we zijn pas net bezig, dus we hebben er wel vertrouwen in, jongens, of niet? Ja, we eigenlijk niet te weten.
ja, zak maar. Ik zie hem niet. Zo snel mogelijk zakken, zo snel mogelijk. Hier komt hij, stoppen. Zakken, 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 zakken. Hier, nog iets zakken. Ja, zo. Beetje tikken of niet? Klein beetje tikken, 1, 2 keer en dan weer stoppen. Nee joh, maar niks. Zieke baas. Gas. Zieke baas. Nee joh, lekker gas. Hé, hey, wat? Lekker nee, man. Nee, dat meen je niet joh. Ik heb er niet. Ik tik zo aan. Nee. Super cool man. Gas, ik voelde het al hè. Nee, dat is een grapje, maar het is niet groot nog. Nee, nee, nee. Auw. Echt, echt heel cool. Wacht even. Die kant staan. Zo, holy shit. Kijk, 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 kijk. Zo, wat. Nee. Dat meen ik. Nummer 1 is binnen. Hé. Hey. Oh, jongen, dat is toch bizar. Hoe was die aanbeet, Marnix? Ja, ziekelijk. Vertel. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Vertel. Je legt zeg maar helemaal je ervoor. En dan verwacht je een aanbeet, omdat dat is de bedoeling. Dan krijg je gewoon echt een harde tik op je ding. Ja, het is echt. Ja, bizar jongens, even serieus. Goran had er al een paar aangeworpen en dat was de hele tijd ja, eigenlijk wegzwemmen. En we zagen een kleintje en ik was met het lichte helmetje bezig en hij zegt ja, probeer het maar. En hij komt er precies voor te liggen en ja, mwah, gewoon een ziekelijke dreun op die hengel. Ja. Kijk eens. Zo, lekker ouwe. Tik hem aan, gek. Goed gedaan. Zo. Waanzinnig. Nou, ik ga naar huis. Zo. Nee, dat gaat niet. Want hoe vis jij zo'n vis aan? Je ziet hem op de PS30. Ik zie hem of op mijn PS30 of op mijn livescope. Ja. En dan ga ik erachteraan. En dan blijf ik hem stalken net tot zolang totdat hij of hapt of totdat hij echt helemaal verdwijnt, zeg maar. Vaak lukt het dat ze toch erin trappen en dat ze happen en kunstig. En je laat je aas stil hangen of beweeg je die nog? Ik beweeg die minimaal. Echt minimaal. Dus, van die hele korte rukjes, kleine rukjes. En dan gebruik je de PS30, die kijkt in de breedte van de boot. Ja, PS30 kijkt naar links en naar rechts. Livescope kijkt in de lengte van de boot. De straal van Livescope is uit mijn hoofd 12,5 graden, dus best wel smal. Dus zo'n vis verdwijnt best wel snel uit de Livescope. Maar dan kan je hem ter alle tijden weer zien op de PS30 en dan weet je of hij nou links of rechts van je boot ligt. Een keer daarop terugvaren, zeg maar. En dan zie je hem weer in de livescope. En zo kan je de vis blijven volgen, zeg maar. Tot op het moment dat hij op de bodem legt. Want als hij op de bodem legt, ja, dan zie je hem bijna niet. Hij zit er echt precies voor. Maar de meerval zit er gewoon aan te kijken. Dus zo is het een schattig. Sowieso 2 meter. Ik zit heerlijk, lekker in het zonnetje. Dat doe je goed. Wel nog een beetje moe, maar dat maakt niet uit. Dit is weer raak, jongens. Het is geen grote volgens mij. Nee, het is een kleintje. Kijk eens. Nee, joh. Lekker, man. Het werkt gewoon weer. En je lag weer echt maar een paar seconden in het water, hè? Meer tijd heb ik nodig. Ja, met zo'n visgis hoeft dat niet natuurlijk. Ik bedoel, als ik het zelf had gedaan, dan had ik het nee, dat snap ik. Ja, het is wel heel schattig Frans. Ah. Het is de kleinste die Goran ooit heeft gezien. Mega, nee, dit is niet de kleinste, maar wel een hele mooie. Moet je kijken naar die print in. Zo, maar daar kun je mooi close-up van maken. Alsjeblieft, jongen. Gefeliciteerd. Thanks, man. Oh. Nou, maar, vertel. Die man ja. Is niet te stoppen, jongens. Nee, joh. Hij zag weer een klein signaal. Hij zegt, het is wel echt een kleintje. Ik zeg, nou, we gaan het gewoon proberen.
En hij stuurt hem, het was wel even sturen. En ja, hij gooit hem voor en we zagen hem al een beetje bewegen. En hij komt er precies voor en hij pakt hem. Super man. Super ziek. Nou jongens, daar gaat hij weer. Kijk die kleuren joh. Wat een beesten. Kijk eens, daar gaat hij weer. Terug de diepte in. Lekker. Lekker man. Ja, bizar joh. Lekker man, man. Thanks. Ja, het is geweldig joh. Dit is dan geen grote, maar hoe sterk zijn? Ja! Ah, je vist wel heel effectief, want Goran legt je nu twee keer op een kleine vis bewust, omdat die gewoon sneller reageren. Ja. Zodat we, nou ja, wat vis in de boot hebben. En het gaat twee keer echt redelijk snel. Het gaat twee keer precies goed, ja. Super cool. Ja, joh. Laten we hopen dat het een begin is, want eerst komen de kleine en straks komen die... Precies, ja, precies. Ja, jij gaat er groot van. Ja, ik wil het ook wel. Ja, wat een gek huis. Marnix dropt twee keer en twee keer gelijk raak. Ik denk allebei de keren misschien 10 seconden lag je in het water. Ja, nou nu wat langer. Wat een gek huis, man. Ja, nog steeds lekker weer. We hebben het goed. En nu gaan we zo meteen voor wat groters. En op de Nemo Baits, niet te vergeten. Is er een signaal, Marnix? Ja, we zien weer wat. Dat is niet de deze eerste keer is vandaag. Niet voor jou. Nee, dit is niet voor mij. Maar ik mag je hebt al genoeg ik heb al twee gevangen. Meer van gevangen. Het is tijd voor de Nemo's. Ja, we gaan even een poging wagen. Je wil met die Nemo's gaan verticalen omdat die de passieve meerval wat meer triggert, ja, van de bodem. De meervallen die komen we steeds meer tegen, maar die leggen echt vlak op de bodem. Mm-hmm. Het komt waarschijnlijk door de harde stroming. En we willen kijken of we met de Nemo verticaal en of we wat actie kunnen krijgen. En hoe vis je die dingen nou als je ze verticaal aan het vist? Vis je ze dan gewoon constant ophalen, net als jig eigenlijk? Of? Ja, je moet contact maken met de bodem. Ongeveer half meter omhoog en dan weer oh, langzaam je een paar van die tikjes voelt. Ja, eigenlijk. Totdat je een paar van die trillingen voelt en dan weer langzaam laten zakken. Ja, als het wat warmer is, dan kan je ook wat wilder te werk gaan, maar nu in de winter dan moet je echt gecontroleerd. Nou, ik heb vandaag voor pelagisch vissen heb ik als van Goran gebruikt. En wat we zo gaan doen is werpend vissen. Daar heb je totaal ander soort hengels voor nodig. Nou, ik vis vandaag met de Madcat Green Series hengel. Hele stug hengel, 45 tot 550 gram. Dat heb je ook echt wel nodig. Je moet keihard die haak kunnen zetten. Meerval heeft een ontzettend harde bek. Zeker bij die grotere vissen is het echt belangrijk. Anders dan ga je het niet redden. 2,40 meter lang. Zeker met het werpend vissen is heel belangrijk dat je gewoon die controle hebt over het werpen. Dat je ook wel een stuk weg kan zetten. Als molen vis ik met de Penn Slammer DX serie. Dus een 4500, dat is eigenlijk meer dan genoeg. Ze zijn ook maximaal gesealed. Dat houdt in dat hij gewoon echt 100% waterdicht is. Je zou bij wijze van spreken je zwembad kunnen gooien. En 4 weken later eruit aan, draait hij nog eens nieuw. Dus ja, prachtige serie. Hij heeft ook andere looks natuurlijk. Ziet er onwijs gaaf uit. En het is gewoon echt oersterk. Ja, we zijn verkrijgbaar bij Westdijk. We hebben er nu nog genoeg. Maar als ze op zijn, dan komen ze niet meer terug. Dus je moet snel zijn. Nou, we zijn begonnen met werpen. De jongens staan achter mij te werpen. Op meerval, super tof. En aan jullie de vraag, hebben jullie wel eens werpend een meerval gevangen? Laat het weten in de comments. Wij zijn heel erg benieuwd. Nog een pluspunt van de Nemo's is dat je hele verre worpen mee kan maken. Zowel met de kleintjes als met de grote. Ik ga nu even laten zien hoe ik dat doe. Gooi hem in, laat hem naar de bodem zakken, voelt hem op je top en dan ga je tikjes geven met de top van je hengel. Ja, dan wordt het eigenlijk gewoon jigger. Ja, van de korte rukjes, ja. Zeg maar. Dat hij net twee, drie keer dat ratel, dat hij net even twee of drie keer ratelt en dan laat je hem weer langzaam zakken. In de zomer mag dat best wel feller zijn,
Maar nu in de winter, van die korte rukjes zeg maar, is al meer dan genoeg. Als er eentje in de buurt zwemt, dan pakt hij hem ook al. Marnix, heb je er nog vertrouwen in? Oh jazeker. Het is nu donker aan het worden, dus het is al aardig donker. En dan gaan die meervalletjes aanstaan, heb ik zojuist weer. Dus, Dus ja, ik heb er volop vertrouwen in. Ja. En we gaan zo nog even pelagisch vissen en dat vond ik eigenlijk wel het leukst. Dat is eigenlijk heel erg. Maar daar heb ik nog meer vertrouwen in, want daar heb ik er al twee op gevangen vandaag. Dus wie weet vangen we nog een joekel. Goran, dit is jouw recordvis die nu onder de boot ligt. Zo jongens, ik heb zo'n grote vis nog niet gezien hier. Oh ja? 250 plus? Ja, ik weet niet wat dit is, maar moet kijken hoe groot het signaal is. Daar links in beeld op de livescope. Ja. Zo. Fuck. Zo. Wat dacht je van Goran? Ja. Die wordt helemaal gek. Oh, niks van een gekke huis. We zien nog op een grote vissen. Zo. Ik dacht van dat zijn twee naast elkaar of zo. Oké, daar komt hij. Deze is echt sowieso 2,5 meter. Ik denk wel 5 meter. Ik denk dat de monster van wat mensen. Ik weet het eigenlijk ook wel zeker. Nou jongens, dat was hem weer. Het was echt een super geslaagde sessie. Zeker voor mij. Met dankzij Goran heb ik twee prachtige meervallen kunnen vangen. Ze waren niet gigantisch, maar ja. Überhaupt meer van vangen is natuurlijk wel super tof. Bedankt voor het kijken. Wil je nou ook zo'n leuke dag hebben? Je kan Goran kan je boeken. Dat kan via Westdijk kun je hem boeken. En anders via zijn Facebookpagina Visgids Rotterdam. Ga het zeker even checken. Like, abonneer en doe natuurlijk allemaal duimpjes omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer.